Het Nationaal Jeugdparlement, NJP, heet vanaf vandaag Jeugdraad Suriname. Deze naamsverandering was cruciaal vanwege de verwarring in de samenleving over het functioneren van dit instituut en de positie van de leden. Om de nieuwe aanpak tot een succes te maken is het NJP geëvalueerd middels een vooronderzoek. Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken stelt dat de toekomstige jeugdraadsleden zich bewust moeten zijn van hun verantwoordelijkheden en hun plaats daadwerkelijk zullen moeten innemen. En ze zullen elk jaar met hun resorten, de jongeren uit die resorten, in contact moeten treden, zodat er een wisselwerking plaatsvindt voor wat betreft informatie, de informatiestroom van de jeugdvertegenwoordigers naar de jongeren in die resorten toe, maar ook omgekeerd. En dit moet ertoe leiden dat de Surinaamse jeugdraad ter alle tijden op de hoogte is van de issues jongeren rakende. En niet dat er na de verkiezingen een disconnect komt tussen de jeugdvertegenwoordigers en hun district of hun resort, noem maar op. Dat willen we niet. En dat is een van de belangrijkste redenen om die omslag te maken naar Jeugdraad Suriname. En ik denk dat het goed is om dit mee te nemen, omdat we anders denken van het gaat om iets cosmetisch. Maar dat is het niet. We willen dat jeugdvertegenwoordigers daadwerkelijk contact hebben met jongeren uit de resorten van de districten waar ze gekozen zijn. Een van de nieuwe belangrijke vereisten is dat leden niet actief verbonden mogen zijn aan een politieke partij. De focus zal ten alle tijden worden gelegd op het welzijn van de jongeren van ons land, meent McAndrew. Het is daarom belangrijk om goede voorbereidingen te treffen, zodat deze fouten niet over het hoofd worden gezien. Maar we zullen er toch wel voor moeten zorgen dat de jongeren in Suriname aan het eind van de dag tevreden zijn met het verloop van de verkiezingen, de digitale verkiezingen, en ook tevreden zijn met de uitslag van die verkiezingen. Dus daarop zullen we wel moeten letten, omdat we ervoor moeten zorgen dat Jeugdraad Suriname toch wel begint op een goede voet en niet dat er direct al credibility issues naar voren komen en dat soort zaken. Dus kleine fouten ja, maar grote fouten zeker niet. De dag der kandidaatstelling is gesteld op donderdag 27 april en de verkiezingen zullen worden gehouden op donderdag 1 juni.